Goedemorgen allemaal. Het is nu 6:30. Het begint net een beetje licht te worden. Ik ga straks Rick ophalen en vandaag gaan we naar het Oostvoornse Meer toe. We gaan een nieuw stukje kunst uitproberen. Wat verkrijgbaar is bij Hengelsport Jurgers in Bergen op Zoom. We gaan daarmee proberen een mooie bot te vangen en misschien wel een mooi forel. We zullen zien wat het is. Ik vertel jullie een klein beetje meer over het speciale kunstaas van Savage Gear, wat ik heb meegenomen. Het is verkrijgbaar bij Hengelsport Jurgers in Bergen-op-Zoom. Wat ik doe, ik vis eigenlijk op een dropshot montage. Ik vis met een 15 grams loodje. Waarom? Het is hier best wel diep en er staat best wel veel wind. Ja, dan heb je wat meer contact met je kunstaas. Dat vind ik altijd prettiger. Wat kunstaas, dat is eigenlijk een shed, maar dan heel realistisch. Je ziet het ook, de kleine oogjes op. Ja, dat visje niet levend. Maar je vist hem plat. Dood dus. Waarom? Je tikt hem omhoog en dan dwarrelt hij op zijn zijkant naar beneden. Door Savage Gear zijn die dingen super mooi uitgebalanceerd. Waardoor je een super mooie actie hebt in het water. Dat laat ik zo meteen nog even zien. Oké, ik laat jullie even zien hoe het nou zit. Ik heb mijn haak dwars op mijn lijn gezet. En dat visje zit eigenlijk zit er zo op, twee punten. Dus ik heb hem hier voor zijn ogen geprikt, er doorheen gehaald en dan heb ik in zijn rug doorgeprikt. Dan zit hij zo. En het loodje ongeveer 35 centimeter erop. Nou, heb ik gemaakt aan een stuk fluorcarbonlijn. En daarvoor is nog een voorslag van fluorcarbon, dat is ietsje dikker. 31 als ik me niet vergis. Dus we gaan het eens proberen. Eerste bot op de shed. Wat een beest, jongens. Woe. Oké, dat was het voor vandaag. We hebben super gevangen, lekker weer gehad. Ik zou zeggen, duimpje omhoog en subscribe. Laters.